Wie is dit? Colin kan zijn ID-kaart vertalen en het is... Het is Jack, uitvinder, materiaalexpert en gepassioneerd wetenschapper. Precies. Dag 3 bedoel ik natuurlijk. Ik zei in mijn vorige video dat we al toe waren aan dag 4, maar het is dag 3. Daar gaan we nu aan beginnen. Daar staan we. De Otjen is opeens gegroeid vannacht. Hij kan nu intensievere activiteiten uitvoeren volgens de kapitein. Oh, nice. Ja, hij is inderdaad flink gegroeid, joh. Nu Otjen volwassen is... bouwt hij tijdens de missies animo op. Daarmee kan hij kunstjes leren die nuttig zijn voor reddingsacties. Oké, ik heb geen idee wat het is, maar dat klinkt top. Jack zegt dat de beagle is verbeterd. We kunnen de ruwe grondstof nu omzetten in klei. Daarmee kunnen we dus van alles bouwen. En als ze die ruwe grondstof brengen, dan kan hij in zijn laboratorium handige gadgets en voorwerpen maken. Super handig. Nou, Shepard wil Otjen trainen voor mij. Of misschien moet ik hem zelf trainen. Als Otjen vol animo is, is er niets dat wij niet aankunnen. Het is tijd om aan de training te beginnen. Dit trainingsprogramma voor reddingshonden is van generatie op generatie in mijn familie doorgegeven. En als Otjen genoeg animo heeft, dan kan hij getraind worden om nieuwe kunstjes te leren. Zo kan je hem kracht bijleren, of hij kan harder bijten, of hij kan sneller sprinten. Nou, ik vind een hondensprint wel heel nice. Dan duurt het minder lang voordat de sprint is opgeladen. Nou, dat vind ik wel super fijn. Dus die leer ik hem als eerste. Vanaf nu hebben we ook voorwerpen in onze rugzak die we kunnen gooien. Bijvoorbeeld een kluif en daarmee hiel je Otjen. Lekker bezig allemaal. Nou, dan gaan we ook nog even langs deze guy om te kijken wat hij voor ons voor dingen kan maken allemaal. Even kijken, we kunnen een aanvalshoorn kopen. Een vuurisolator. Oh, dan kunnen we tegen vuur. Met een kouisolator, dan kan ik ook tegen de kou. Ik ga in ieder geval de aanvalshoorn eens even kopen. Dat is super nice. Kunnen we in één keer een hele sterke vijand aanvallen. En op dag 3 gaan we terug naar het zonovergoten landgoed waar we in de vorige video ook al waren. Maar we hebben hier pas 13% gedaan. Dus er is nog genoeg te doen. Oh, Otjen heeft leren springen, dus nu kunnen we ook gewoon... Oh, kijk. Ja, dit is wat ik de vorige keer nodig had. Super handig. Oké, maar eerst neem ik even mijn 10 ijspikmin alleen mee. Want we staan hier naast het water namelijk. Kijk, hier zo. Ik weet niet of Otjen kan zwemmen trouwens. Oh nee, Otjen kan niet zwemmen. Yo, dat hadden we ook wel even eerder mogen vertellen, jongens. Niet boos zijn op mij. Niet boos op mij zijn. Oké, ik wil even opsplitsen. Otjen, jij mag hier blijven. Wat kunnen wij hier doen? Hier hebben we 15 pikmin voor nodig. Bij de beagle kunnen we klei maken. Maar hier hebben we er 15 voor nodig. Dus daar heb ik niet genoeg. Nou, weet je wat? Dan gaan we eerst andere dingen doen. Let's go. Kunnen we nu bijvoorbeeld hier bovenop springen? Nee, dat gaat dan nog net niet. Oh, dat is wel jammer. Kan wel even hier een weg creëren. Is dat een andere put? Nee, die put die hebben we al gehad. Maar goed, dan hoeven we niet steeds meer om te lopen. Dat is ook altijd wel lekker. Lukt het, jongens? Laten we dit even met z'n allen doen. Dan gaat het sneller. Top. Oh, kijk, hier wil ik nu even omhoog. Kijk, hier kunnen we nu dus wel springen. En kan deze aardbei nu meenemen? Dat is weer sparkling power. Ik noem het gewoon sparkling power, want ik kan die naam niet onthouden, denk ik. En dan hebben we hier een grot. Hier hebben we ook iets. Ik heb geen idee wat dit is. Wat is dit? Wat is dit, jongens? Wat is dit voor een mafgaatje? Oh, kijk, top. Kijk, we hebben een nieuwe schat geborgen. Kom ik iedereen weer even ophalen. Maar we kunnen natuurlijk ook nu even deze brug bouwen. Is dit hoe het werkt? Gaan zij klei halen of zo? Ja, kijk. Ah, dan nemen ze een paar kleiblokjes mee. En dan gaan ze de brug compleet maken. Is dat hoe het werkt? Ja, nice. Is die nu compleet? Nee. Moet nog een klein beetje? Nemen jullie dat mee? Of? Volgens mij gaat het nu goed. Ik denk dat nu de brug afgemaakt kan worden, toch? Ja hoor. Ja, kijk. Lekker. De kleibrug is af. Nu hebben we een nieuwe route bij. Ga er maar eens overheen. Nou ja, ik weet zeg maar waar we dan uitkwamen. Oh, maar nu kunnen we hier ook springen. Ja, deze bal kunnen we waarschijnlijk nog steeds niet pakken, omdat die te hoog ligt. Maar... we kunnen wel hierin. De hectische holtes. Hoppakee, daar gaan we met z'n allen. Oké, gelukkig gaat de tijd hier wat langzamer. Kunnen we een hoop doen, hopelijk. Oké, wat zijn dit voor dingen? We kunnen ze kapot maken. Oh, oké. Ja, oké, dat zijn ook weer van die... ja, top. Van die kristalletjes. Kunnen we deze tas pakken? Nee, dat moet vanaf de andere kant. Oké, dan gaan we eerst deze kant op. Waaah, pak hem! Let's go! We maken alles kapot hier. Ook deze. Die maken we ook kapot. Gekke paddenstoel. Nice. We doen gewoon nu alles tegelijk hier. Kijk, hier is ook een muurtje gebouwd, zo te zien. Maar Otjen, die kan niet klimmen. We kunnen hier blijkbaar... Ik kan hier wel op klimmen. Oh, cool. Otjen kan dus alleen niet mee. Maar dan moeten we het maar even zonder Otjen doen. Kijk, als het goed is, kan ik deze nu stormrammen. Met z'n allen! Let's go! Dit ging supergoed. Er staan er daar trouwens wel een paar te sleuren aan die... Aan die tas wou ik zeggen. Iets lijkt het pad van de pikmin te blokkeren. Ja, dat weet ik. Kijk hier. We moeten deze tas even opzij duwen. Lekker jongens. Teamworkie.
Ik hou ervan. Kijk, iedereen is lekker bezig, joh. Iedereen is lekker aan het werk. Dit is nice. Dit voelt goed. Misschien kunnen jullie hun nog even helpen. Gaat het ook nog wat sneller? Wat een ziek idee. Oh, kijk, we hebben een stuk hydrogelei gebroken. En daarmee hebben we weer een nieuw voorwerpje. Helemaal top. Dan kunnen we de rest van de pigment daar even ophalen. En we kunnen natuurlijk ons hondje meenemen. Want die kan nu via deze kant wel naar boven. Kijk, toppers. Nieuwe schat geborgen. Hoppakee. Nou, hier liggen wel veel schatten zo te zien. Kunnen we hier ook doorheen? Het lijkt gewoon dat we hier doorheen kunnen. Ja, Otjin kan er niet voorbij, maar de rest wel. Dus dat is geen probleem. Let's go. Ik heb alleen hier mijn ijspigment voor nodig. Ik ga ze halen. Come on, guys. Kom mee. Ik had nog één ijspigment over. Oh, die heeft wel hard gewerkt. Kijk, die heeft het gewoon even gefixt. Toppers. Lekker dit. Cool. Oh, hier is de uitgang. Maar we zijn nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. We zijn nog helemaal lang niet klaar. Oh, cool. We hebben hier de, van dat fluid. Kunnen al mijn Pikmin even superkracht worden. Worden ze allemaal super Pikmin? Gaan we kijken wat er aan deze kant is. Oké, hier hebben we nog een schat. Nee. Niet in het water gaan. Ik wou even opsplitsen. Ik wou even alleen de blauwe Pikmin meenemen. Kijken of ik met de blauwe Pikmin hier naartoe kan. Hoe werkt dit? Hoe moet ik dit pakken? Maar ze kunnen toch ook ijs maken? Oh ja, kijk. Ze kunnen het water bevriezen. Ik dacht het al eerder te lezen. Ja, kijk, nu kunnen we er dus gewoon overheen lopen. Dus dan kan de rest ook mee. Kunnen we op de rug van Otjin, kunnen we springen. En dan kunnen we deze schat gaan pakken. Ja joh, nice. Zo doen we dat. Dan zitten er hier nog wat Pikminnetjes in de grond. Die gaan we ook eventjes meenemen. Ja. Oké, guys, kom maar. Jullie mogen weer terug. En het water blijft bevroren, zo te zien. Oh, nee, kijk, ik hoor het. Nu is het weg. Inmiddels hebben we lekker 932 sprankelium. En dan denk ik dat we in deze grot ook alles hebben gevonden. Oh, wacht even. De grot is nog niet klaar. We gaan nog verder naar beneden, blijkbaar. Naar min 2. Oh, en hier is ook een reddingscrew, meneer. Of mevrouw. I don't know. Wat, er is een schipbreukeling in de buurt. Ja, dat begreep ik. Wat een ziek idee. Even al deze vaasjes kapot maken. Je weet nooit wat erin zit. Ja, volgens mij zit er altijd van die honing in gewoon. Deze beweegt. Zou daar een Pikmin in zitten? Wat een ziek idee. Lekker, pak hem aan. Heerlijk gedaan, jongens. Zo. Hoppa. Zo pakken we die aan. Gaan we hier de ijspikmin eerst even opgooien. En dan daarna gewoon alle andere Pikmin. Slopen. Ja, dat vinden jullie leuk, hè? Lekker slopen. Goed bezig, jongens. Goed bezig. Oké, dan springen we nu even hierop. Ik wil eigenlijk dit hier uit de lucht pakken. Oh, wacht even. Mijn Pikmin die stonden allemaal op de grond. Ik moest ze eerst even ophalen. Zo. Zo. Hierop. Kan ik nu dit pakken? Dit ding? Volgens mij wel. Hij pakte hem net wel even. Of niet? Ik moet springen en dan gelijk gooien. Maar dat doet hij niet. Zou het werken als ik afstap? Ja, kijk, ik moet afstappen. Dan kan ik hem wel pakken. Lekker. Nice. Goed bezig, jongens. Ik weet nog niet zo goed hoe ik bij hem moet komen, maar dat gaan we straks wel zien. Eerst gaan we eens even hier naartoe. Maar hier is de uitgang. Ik kan hier niet bij. We hebben wel de nieuwe schat geborgen, maar... Nou, dit is gewoon te hoog. Maar misschien, hij ligt op het randje. Misschien moeten we hem er vanaf beuken. Oh. Ja hoor, echt? Moeten we dit echt zo doen? We moeten hem gewoon er vanaf beuken. Respectloos. Nou, neem het nieuwe bemanningslid maar mee, hoor. Toppers. Ja, ja. Lekker. Laten we snel de ID-kaart bekijken. Dit is Snaus. Snaus is een taxateur die op alle planeten is geweest. Op basis van zijn techniek is een taxatie-app ontwikkeld. Wat? Deze persoon hoort niet bij het reddingsteam. Oh, wie is dit? En hoe is hij hier terechtgekomen? Shepard zegt zou te maken kunnen hebben met het logboek dat we samen met Olimar's noodsignaal hebben ontvangen. Als anderen dat ook zagen, dan kwamen ze misschien hier om schatten te jagen. Oh. Oh, dus er zijn nog meer mensen hier neergestort. We moeten continu mensen redden hier blijkbaar op deze planeet. Het gaat hier helemaal fout, jongens. Maar volgens mij kunnen we nu hieruit. Ik denk dat we alles in deze grot wel hebben gedaan. Dat gaan we nu zien. Jee, 100%. Lekker. Oké, maar alsnog. Oh, moeten we hier dan ook tegen het randje aanbeuken? Valt die bal dan misschien naar beneden? Ah, kijk, zo doen we dit. Aha. Nou, weer wat geleerd. Dan gaan we gelijk die bal ook even pakken, want dan weten we hoe we dat ook moeten doen. We zitten inmiddels op de helft van de dag en we hebben 1232... Ik wil altijd Zonanium zeggen, want ik zit nog steeds in die Zelda-vibes, jongens. Maar het is natuurlijk geen Zonanium. Sparkle Shizzle. Hoppakee, neem deze bal ook maar even mee met z'n allen. Toppers. Hoe meer Pikmin je erop gooit, hoe sneller het gaat ook. Kijk, de rest staat al hier even te chillen. Ja, dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Hoeveel van die sparkle shit hebben we dan nu? 1312 al. Oké, ik wil nu even splitsen, jongens. Ik wil alleen de blauwe meenemen. Dan moet ik hier 30 opgooien. Oké, 30 om dit water te bevriezen. Volgens mij heb ik nu precies 30 blauwe Pikmin. Kijk.
Die kunnen we allemaal meenemen in één keer. En dan gaan we eens even opsplitsen. En dan gaan we eens even dit water bevriezen, jongens. Hoppakee. Maar ja, hebben we er dan daadwerkelijk ook wat aan? Kijk, het water blijft wel even bevroren. Ja, misschien werkt het wel. Nou, misschien ook niet. Want het ijs is bijna gesmolten. Ik weet niet of zij dan ook, zeg maar, die spullen door het water heen mee kunnen nemen. Nee, nee, oké, dat gaat niet werken zo. Ik kan ook nog niet genoeg Pikmin met me meenemen hiervoor. Maar dan wil ik toch nog eventjes kijken of we die gele Pikmin kunnen fixen. Want ik denk dat dat het volgende is wat we moeten gaan doen. Zodat we hier deze poort open kunnen maken. Of misschien moeten we hier dan die brug wel voor maken. Maar daar kunnen we nog niet echt naartoe, denk ik. Ik zie hier wel ook weer wat op de schutting hangen. Kijk, die kunnen we ook gewoon pakken. Breng het maar naar huis, jongens. Oké, doei. Veel plezier ermee. Oké, maar hier, die ui kunnen we natuurlijk hier niet vanaf gooien. Hoe gaan we dat doen? Eens even op de map kijken. Hier zijn we nu, bij die brug. Hier is die gele ui. Hier staat een... Oh, hier staat een muur. Maar die muur, die kunnen we misschien wel naar beneden halen. Laten we dat eens even gaan proberen dan. Ja, kijk, die muur kunnen we gewoon afbreken natuurlijk. Dat hadden we kunnen weten. Oh, en dan is er inderdaad weer een nieuw gebied. Lekker bezig, jongens. Oké, brengen jullie dat maar weer weg dan... Oh, jullie nemen daar een shortcut? Oké, handig. Dan hebben we hier allerlei dingen die we uit kunnen graven. Jij mag dit uitgraven. En deze kunnen we meenemen. Hebben we 12 Pikmin voor nodig. Wacht, jongens. We moeten eerst even deze naar beneden duwen. Kijk, dat is een veel kortere weg. Dan kunnen we straks ook gewoon lekker hier naar boven. Top. Dan kunnen jullie nu deze meenemen. Moet ik alleen wel even recht gooien. Let's go. En dan hebben we hier nog een poort staan. Oké, brengen jullie die daar naartoe? Dan hebben we denk ik nog net genoeg tijd om ook even die ondergrondse wereld mee te pakken misschien. Ja, tempo. Heel goed. Ja, lekker. Oh, en nu hebben we meer dan die 1500 sprankelium geborgen. Nu kunnen we het zoekverbruik van de radar van Shepard vergroten. Dus we kunnen nu ook naar andere plekken toe. Maar. Ik wil heel snel nog hierin. Let's go, jongens. Dit is het vuursteenfornuis. Oh, wacht even. Rode Pikmin? Die kunnen blijkbaar heel goed tegen vuur. Oh, maar dan heb ik een gadget hiervoor nodig. Oh nee, dan kunnen we het beter hierbij laten. Dan kan ik beter die gadget even kopen dat ik zelf ook tegen vuur kan. En dan daar naartoe gaan. Ik denk dat dat de slimste keuze is. En hier kunnen we dan een brug bouwen. Dan kunnen we daar weer naar de overkant toe. Oh, daar hebben we ook nog een heel nieuw stuk. Ik weet niet of jullie dit nog gaan redden, jongens. Kunnen jullie dat nog redden? Oh, gaan we dit risico nemen? Gaan we het risico nemen? Nou, we moeten ons echt haasten. Ik weet niet of dit slim is. Let's go, guys. We gaan dit niet doen. We gaan dit morgen doen. Jullie mogen allemaal alvast naar binnen. Hey, kom hier. Kom hier. Kom. Laat het liggen. Kom. Ik ga jullie redden. Ik wil niet dat jullie kapot gaan. Ga naar binnen. Ik ga de rest halen. Oh, jullie gaan zelf al terug. Heel goed. Rennen, jongens. Rennen. Ja, ga maar. Hier, neem maar even deze larven. Nee, oké, laat die larven maar liggen. Oh, nee, kom. Ja, wat een stress. Nee, oké, jullie zijn ook klaar, jongens. Jullie zijn klaar. Jullie gaan geen brug meer bouwen. Ah, ik wil niet dat er Pikmin kapot gaan. Oké, volgens mij gaat het goed komen. Ja, ik zie een nul. Een nulletje volgens mij dat ik inderdaad iedereen gered heb. Maar weet je, ik breng ze zelf wel eventjes naar de ui. Hotsevlot. En dan zijn we klaar. Dan kunnen we hier de dag beëindigen. Nou, dit was wel weer een productief dagje in Pikmin. We zijn weer terug. En ik vind dat we echt een hoop hebben gedaan, hoor. 1500 Sprankelium. En nu kunnen we er dus ook voor kiezen om naar andere gebieden toe te gaan. Laat maar even weten in de comments of je wil dat ik eerst die andere wereld uitspeel. Sowieso moet ik wel even de gele Pikmin halen natuurlijk. Of dat ik door moet naar de volgende wereld. Kijk, de radar die begint al beter te werken. En op dag 3. Hebben we Snouws weten te redden. En hebben we in totaal nu 1602 Sprankelium. Het zonovergoten landgoed is van 13% naar 28% gegaan. Lekker. Dus knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je weer bij de volgende Nintendo video. Mazzel!